Ik kreeg een bericht dat ik het journaal had gehaald zondag tijdens een live uitzending van een interview van de burgemeester van Lanaken. En de pers in België is er op zodanige manier opgedoken dat ze zich afvroegen wie is die man in die botsauto. Op Marktplaats kwam ik tegen een botswagentje te koop ik heb die gekocht om die te gaan opknappen. En ik had hem toen verleden jaar eigenlijk in het rek gezet en tijdens de coronaperikelen heb ik hem uit het rek gehaald. Het is een uit de hand gelopen hobby, ook een jongensdroom die ik nog wel eens koesterde om een botswagentje op een accu te laten rijden. Dat is gelukt. Het is best hard als je 18 of 20 kilometer per uur rijdt, maar het is natuurlijk geen snelheidsduivel. Maar je voelt toch wel wat power. Zou die harder kunnen dan 18 kilometer en je stelt dat niet af, dan val je in de wetgeving en dan moet je voldoen aan verzekering, dat soort dingen. En als het daaronder blijft, dan val je eigenlijk in de categorieën speelvoertuigen, skelters. En daar hou ik het dan ook bij. Hè? Dus ja, het is een speelgoedje voor de volwassen man. De favoriete route is heel specifiek, rechtstreeks naar het café, voor een lekker pintje over de grens. Daar is hij, voor de koffie.